Ik had zelfs dat ik uh, dacht als ik een film zag uh, die dan in de bioscoop kwam uh, over twee jaar of zo. Dat ik dacht ja. van ik hoop dat ik het haal. Intens. Ja, ik dacht altijd dat ik dood zou gaan ergens. Ik ben een open poep. Dat is niet waar. Ja, dan kun alle, <laughs> maar dan kun je alles Als je. er iemand echt van ons twee niet de minst open is, ben jij het. Ja, vind je dat? zenuwachtig? Nou, wel een beetje, want ik heb nog steeds geen idee waar we het over gaan hebben. Niet. Geintje. Uh. Tuurlijk weet ik dat wel maar iets. Oké. Maar voordat okay. we daarover beginnen natuurlijk, hoe was je week? <laughs> nu gaan we door de mand invallen, hè? Ja. Nee, nu ja, gaan we ja, door de mand heen. Heen Ja, wat was er ja. leuk aan? Nou, ja, nou voor nou je leuk? Ja, zo, echt hè? Ik ik zat dus laatste denk ik denk van, ik maak food video's en toen ben ik een apart kanaal begonnen voor mijn vlogs. Maar eigenlijk zijn het ook verkapte food video's, Want we hebben het altijd alleen maar over eten. En we zijn ja, alleen maar is naar een eten aan het gaan. Maar dat is echt zo. We gaan dus morgen naar Look. Als jullie dit horen, bestaat Look niet meer. Look heeft 25 jaar in Rotterdam gezeten op hetzelfde plekje. En dat is dus een knoflookrestaurant. Ja. Echt to die for. Ik heb ze trouwens net gemeld dat ik uh, wilde vragen of, ik, uh, of het mogelijk is dat ik mag. Filmen wat ja. dingetjes. En dat we dan in een wat lichter gedeelte van het restaurant kunnen zitten. Want het is ja. best wel een donker restaurant. Oh, Oké, okay. en ik dacht van ja, voor privileges. Het... Nee, nee, nee. nee, Ik wil gewoon, ik wil jouw reactie sowieso filmen op de aioli en alles. Oh, okay. En ik vind het gewoon leuk om dit vast te leggen. Want dit, dit gaat gewoon weg. Dit ja. bestaat eigenlijk niet meer. En dit ja. is gewoon zo'n begrip in Rotterdam. Ja, waarom ik... gaan ze weg? Andere... Ze willen iets anders. Okay. Dus na 25 jaar hebben ze het wel een beetje gezien. Dat snap ja, ik ook wel. Want Hun kaart is niet heel veel veranderd volgens mij de afgelopen 25 jaar. Ze hebben best wel veel dezelfde dingen steeds gehouden. Omdat mensen het gewoon ook lekker vinden. Maar kan vinden, het dan niet overgenomen worden als een concept? Komt er doen? willen ze dat niet? Hmm. Er komt iets anders in. Oké. Okay. Het ja, was echt een familiebedrijf. Ik, ik, ik ben wel eens volgens mij door hun dochter gemaild. Ja. Want die keek wel eens mijn video's, zei oh, ze. Wow. Uh, dat uh, Toen ik ook met Chess bezig was. Ja. Zij van, oh ja, ik denk dat mijn vader wel je uh, kan voor mij als de vader die daar in de keuken stond. Hè? Ik weet het niet helemaal meer zeker. Maar In ieder geval, ja, ik vind het gewoon kleuter dat het weggaat. Ik ben blij, want ik wilde al uh, sinds dat we met elkaar zijn, wil ik je al een keer mee naartoe nemen. Omdat je ook zo'n knoflookfan fan bent. Ja. Weet je, de dag na zijn we op kantoor, zijn alle stagiairenster, die gaan niet blij zijn dat we er zijn, denk ik. Want het is echt, je stinkt vanuit je poriën. Echt bizar, maar het is zo lekker. Die aioli is echt, tenminste hoe ik hem in mijn hoofd heb zitten, zeg. Uh, knoflook <laughs> eisen. Het, nou ja, het is de vetgezellig eetpodcast, toch? Yeah, Bijna. Yeah. Het is, eten is gewoon een ding. En ik, ah, ja. Yeah. Wij gaan met wij gaan, je wel. Vorige week uh, hebben we allemaal uh, uh, na nou, elke vlog eigenlijk is eten het hoofdonderwerp. Ja. Yeah, maar dat ja. is in ons leven sowieso. Dat is ook zo. Wat gaan we vandaag doen? En dan is het eigenlijk altijd van ergens wat eten. Dat is het belangrijkste. Ja. Wat ik wel grappig vond. Ik kreeg een reactie die zei. Uh, ja, jullie halen altijd alleen het brood nodigen. Dus dat je echt op je doel afgaat en nooit echt uh, point of pur purchase. Volgens mij heet dat zo in het Engels, maar van die uh, uh, aankopen doet die impuls impuls aankopen. Dat we oh, dat niet ja. doen. Dat we in de vlogs altijd eruit ziet dat wij heel erg ja, doen doelgericht dingen. We doen wel eens impuls aankopen. Wat dan? Maar niet vaak. In een winkel? Ja. Weinig toch? Ja, wel. Maar niet veel. Nee, noem eens het laatste wat jij in Ja, ik kan hebt. me daar Goed. geen voorbeeld van bedenken, maar ik, ik kan weet... me wel herinneren dat jij zegt van... ...oh, we hebben dit toevallig ook niet nodig. En nou ja, niet per se, maar het is wel leuk toch, ja. ja. Maar weinig hoor, niet voor in huis in ieder geval. Oké. Okay. Qua eten ook niet echt, toch? Tenminste, wij proberen zo veel, snel mogelijk ja, langs zo, lopen. Ja, we halen niet zoveel eten in huis inderdaad. Nee, dat is wel uit zelfbescherming. Ja. Toch wel een beetje, ja. Ja, De gevulde voorraadkast, dat heb ik nooit gehad. Nee, en ik ik zei toen jij toen ik bij jou kwam wonen, zei ik van, oké, okay, sowieso, eh, wat er ook gebeurt, die koelkast komt vol. Maar dat bleek in de praktijk wel anders te liggen. Ja. Al moet ik zeggen, de koelkast ligt op dit moment redelijk gevuld, gevuld, redelijk. Maar dan komt omdat we een tapasvideo hebben opgenomen. Ja, ja, en omdat jij allemaal dingetjes hebt liggen die je nog gaat proeven. Dat ook, ja. Zo, ik heb vandaag dus Mocht iets gekocht. Mag Ik heb handdoekjes uh, uh, in pretzel. Uh, uh, laag gekocht, dus de pretzellaag zit er omheen en dan zit daar hotdog in, maar het zijn allemaal knibbelknibbeltjes. Ik weet je hoe dat uh, Knibbel, nee, ja. Ik wist wat je bedoelde met knibbelknibbel. knibbelknibbeltjes. Ja. Ja. We gaan het vandaag hebben over dromen. Dromen. Ja. Oh, wel een leuk onderwerp. Ja toch? Ja. Ik, ik, je wist het niet, hè? Nee, ik wist dat is in ieder geval voorop besproken. Droom, dit is ook een beetje de, eigenlijk het idee van de podcast was dit: dat wij elke week voor elkaar een, een, een thema bedachten, dat de ander het niet wist. Tot nu toe wisten we het allebei wel, maar deze wist je niet. Huh? Ik wist wel dat jij het waar je het over ging hebben Echt? vorige keer, ja. Ah. Omdat je het letterlijk een paar minuten daarvoor zei. Oh. Dus dan weet ik het toch? Oké. Okay. Je zei stereotyperen, stereotypes. Dus oh, ik, oh ja, nee, het is meer. En nu van, heb ik hem niks gezegd. Vind je dit een handig onderwerp? Want ik weet dat jij nogal. Ja, jij stereotyperend bent ben, ja, toch? Ja, jij wil heel veel dingen niet bespreken. Dus dan moet ik het wel even bij je afkaarten. Ik wil Kijk, echt alles over. Ik ben gesprek. een open poep. Dat is niet waar. Ja. Maar, ik je, oh, oh. maar ik kun je alles over. Als er gooien. iemand echt van ons twee niet de, de, de minst open is, ben jij het. Ja, vind je dat? Vind je dat ik al minder open ben? Ja, ik vind dat wij uh, hetzelfde niveau aan openheid geven. Ja, dat is ook hoor zo. Maar goed, we gaan het vandaag over dromen hebben. Wat is de raarste droom die je ooit hebt gehad? Uh, maar zijn het dromen als in dingen die je graag wilde of dromen die je uh, s'nachts beleeft? Nou, ik dacht eigenlijk een combinatie van de twee. Want, je hebt, want okay. ik wilde daar inderdaad op een gegeven moment naartoe gaan. Je hebt ook dromen over de toekomst. Oh, maar, zie, ben je, ja, maakt niet uit. Twee concepten. Uh, nee, dat is helemaal goed. Maar heb jij, heb, jij rare, heb jij rare dromen? Ja, tuurlijk. En komen die rare dromen vaak terug of is het dan één keer gewoon hey, fucking rare dromen en dat is het, toch? Nou, ik uh, heb dus lucide dromen dat ik het goed uitspreek. Leg uit. Nou, dat zijn eigenlijk dromen waarin je uh, door hebt dat je droomt. Yeah. Dus dat je ook wat controle hebt in die dromen. Ziek. Dus op een gegeven moment heb ik door van. Heel vaak heb ik het door. Uh, maar ik durf nog niet alles te doen. Want ik toch ergens denk van. Maar misschien is het toch echt. Oh ja. Maar ik heb het dan wel door. En ik kan bijvoorbeeld ook in auto stappen en huis binnengaan. Maar het is nooit helemaal precies zoals ik het zou willen. De dromen zelf? Ja. Dus als ik bijvoorbeeld denk van, oh, ik wil nu deze persoon zien, dan kan dat wel gebeuren. Maar als dan bijvoorbeeld die omhelft of zo, dan verandert het opeens niemand iemand anders. Wow, sick. Dus het is soms ook wel frustrerend, want dan wil ik bepaalde mensen zien. Of dan wil ik heel graag, ik wil heel vaak vluchten, wegrennen. Oh ja? Uh, ik heb heel veel van dat soort dromen. Je hebt veel dan, dromen van de vroeger, dat je wegrende, toch? Ja, ik ja. droom altijd over mijn, het huis waar ik ben. Mijn ouderlijk huis, noem je dat zo? Ja, ja. Hè? Um, het huis waar ik ben opgegroeid, dat ik daar uh, probeer weg te vluchten. Mm. En als ik dan, dan ga, ik altijd naar de zolder rennen. Uh, en dan probeer ik uit het raam te, te klimmen op de dakpannen naar beneden. Maar heel vaak, als ik dat doe, dan beland ik er terug in die kamer. En dat kan heel frustrerend zijn. Lijkt me heel frustrerend, ja. Ja, omdat ik zo graag weg wil uh, van, uh, van de situatie. Van de situatie. Dat is mooi gezegd, toch? <laughs> maar wat is dan de raarste droom die je hebt gehad? Want het is dan maar repete, repeterend? Maar zijn er dromen die je altijd bijvoorbeeld zijn bijgebleven dat je denkt? Dat ja, ik hele heb heel veel wc-dromen. Uh, wc wc dromen over wc's. Dat is onzekerheid volgens mij. Wc-dromen? Ja, over wc's, toiletten. Oké. Okay. Ja, dan droom ik dat ik naar het toilet moet. Ja. Yeah. En is er altijd wat met die wc? Of hij ziet er heel raar uit? Of hij is heel vies? Ja. Of ze hebben geen deuren. Ja, dat schijnt op onzekerheid te gaan. Oké. Okay. Ja. Ik heb nog nooit over de wc gedroomd. Ik heb heel vaak van die dromen gehad dat ik van de trap afval en dat ik dan wakker word in, mijn, Echt? in de val. Oh wow. Van mijn ouderlijk huis. Maar voor de rest, moet ik heel eerlijk zeggen, want ik, ik begin over dromen. Ja? Ik weet dat jij best wel veel droomt. Maar ja. ik droom best wel weinig. Je ik droom bellen, wel altijd, maar ik onthoud het alleen. Zeggen ze? Het. Ja, ik onthoud maar het alleen niet zo onthoudt goed. Onthoudt het niet goed. Maar je hebt gekke dromen als in heb jij herhaal, dromen die zich herhalen? Ja, van de trappen vallen. Van de trappen vallen. De enige de enige dromen die ik kan herinneren zijn zijn op seksuele vlak. Echt? Ja, vaak wel. Die ja. dan kan herinneren. Ja. Oh, gekke? Nou niet per se. Ik heb ze ook, maar ik kan ze niet herinneren. Ja, je, per je se herinneren ze. Herinneren ja nou jij ja, kan nee niet als je echt in, met nu... wie en hoe en waar nee, dat niet maar wel dat ik weet dat ik dat heb gehad ja oké okay. andere dromen niet zo heel veel eigenlijk bijvoorbeeld ik zou, ik zou verwachten dat ik bijvoorbeeld veel over mijn moeder zou dromen of zo ja. maar dat gebeurt dus niet nee? nee nee droom je wel eens over je moeder ja heel soms dat is nog wel ja wel nou nu kan ik erover nadenk trouwens ik heb wel vaker dromen over vroeger dat we op vakantie waren. Ja. Oh. Dat wel. Maar weet je dan niet in je droom en dat, dat, dat zij, zij er nog, nog... is? Of de... Nee, dus dan, nou, dus dan is het normaal dat ze er nog is. Oh, Oké, okay. dus je hebt dan weet je niet dat ze eigenlijk... Nee, dat deden... is het alleen als... ik. Nee, dat ze... Oh ja, nu ik erover na te denken, trouwens wel. Droom jij in kleur of in zwart-wit? Kleur. Oké. Okay. Is dat een ding, de Ja, zijn mensen niet zwart-wit? zijn? Ja? Maar. Jij weet echt veel over dromen. Ik heb het wel ook maar bedacht, het onderwerp. Ja? Maar jij weet oh. echt veel over dromen, of niet? Ja, ik vind dat heel interessant. En kan jij ook, heb jij ook gevoel in je dromen als in iemand aanraken? Mm, nee. Oh, okay. Nee, dat denk ik niet. Moet je eens opletten. Ja, daar zou ik eens op moeten letten, ja. Ik kan mijn dromen niet zo sturen, als we, tenminste sturen, of uh, ik ben niet zo... Je bent niet bewust natuurlijk daarvan, nee. Nee, nee, niet echt. Ze zeggen dat toch wel, dus volgens mij zei Bradley dat. Ik weet niet zeker of hij dat was. Die zei van, ja... Je ziet dromen kan je ook een soort van zelf uh, veroorzaken door naar je handen te kijken in je droom. Oh sick, dat wil ik wel eens doen dan. Oh ja, dat, ja, ik, dat kan me herinneren inderdaad, ja. Ja, zoiets. Oh, dat ga ik een keer doen inderdaad. Ja, maar ja, dan moet je wel een beetje bewust zijn natuurlijk van dat je aan het dromen bent. Ja, dat is wel waar, ja. Anders kan je niet naar je Soms is het kijken. wel gek, want soms heb ik wel het idee dat ik iets heb gezegd... of iets heb gedaan of zo. En dan, is dan denk ik achteraf, ja, maar volgens mij was dat niet zo. Ja, heb ik alsof wel alsof het een droom, ja. droom was of zo. Maar soms heb ik dat ook in de echte wereld. Dat ik denk van, is dit een droom ja. of is het echt? Dat ja. ik het ook niet helemaal ja, weer, heb kan onderscheiden. Maar ik vind het ook wel raar om soms over na te denken. Dat ik denk van, dromen, is dat misschien de werkelijkheid? En ja. leven we nu in een droom? <laughs> of is het, weet je wel? Of, of ja, is dat, precies. Dat is heel raar. Ja, heb je ook nog meer, Ries? Die je kan herinneren? Ja, alleen dat ik dus van die trappen val. Is dat echt een nachtmerrie? Ja, want ik eng? schrik wel. Oh, Oké. Okay. Ja. Maar ik word vaak in die val wakker. Heel veel mensen herkennen dat. Ja, niet ja dat ik, ik, zeker... echt je... ik had het uh, volgens mij uh, toen ik in slaap viel nog uh, gisteren. Ja? Oh, ik heb het niet. Dan De, heb ik een stuiptrekking. want ik even zo. Uh... De laatste tijd heb ik het niet meer zo hoor. De laatste okay. jaren. Maar ik heb het heel vaak wel gehad. Ja, ik heb dus iets heel nieuws, ang angstaanjagends in mijn dromen. Ja ik kan dus vliegen. Ja, dat is dan niet angstig ja. Ja, maar ik kan dus ook te hoog vliegen en dan kom ik helemaal in het zwart. Dan vind ik zo eng in mijn droom. Dan kom je in een black hole. Ja, als in dan geef een moment ga ik boven de wolken. Ja. En dan weet ik van, ik moet nu eigenlijk niet heel ver gaan, maar soms heb ik het geen controle over en dan kom ik helemaal in het zwart en dan ga ik mijn ogen dus dicht doen in mijn droom. Dat vind ik heel eng en dan probeer ik weer te zakken. Wow, dat is fucking raar. Dat jij dus, je doet, dus je ogen dicht in een droom. Ja. Oeh. Ja, dat kan dan. Kan dat? Ja, dat kan. Zo, ik vind het echt sick. Ja, ja jij droomt... Jij, ik vind het wel een grappig onderwerp, want ik, ja, ik heb het dus... Tuurlijk droom ik wel en tuurlijk ja. kan ik het wel, maar jij kan het echt goed onthouden ook gewoon. Ja, nou, omdat het, dat dat zijn dingen die zo vaak gebeuren. Heel. Als ik droom, dan droom ik of dat ik vlieg, of dat ik aan het rennen ben, of dat er geen wc is. Of seksueel. Of seksueel. Dat maar heb... dat gaat ook allemaal door elkaar heen, dus je, ga, je, je bent aan het vliegen, seksueel aan het vliegen, in een black hole. Oh, en vandaar nou, nu snap ik waarom een black, black hole, hole zo eng is. Nee, die black die hier. Nee, nee dat, vind ik echt, dat vind ik echt heel eng. Ja, dat snap dat ik wel zou ik wel zien ja. als een... Uh... Ja, maar alles gaat door elkaar heen, hoe bedoel je dat dan? Nou, uh, dat het... Ja, het is een soort van zo'n... Uh, die film, uh, Everywhere All At Once. Is uh, ja? dus dat alles steeds... Is dat bij jou niet dan? Ja, dat is wel waar trouwens, dat er heel veel dingen door elkaar heen gaan. Ja, toch? dat is wel waar. Hè? Maar dromen is echt verwerken van dingen overdag ook en gevoelens. En ja, en, soms droom je ook over mensen waar je, het dan niet, waar, waar je misschien hun naam alleen heeft gelezen, hebt gelezen of die dag kan, ervoor, ja, of een ja, week ja. ervoor of zo. Dat is wel gek. Ik vind het wel gek hoe je dat inderdaad uh, werkt. Maar geloof jij dus ook in dromen dat het uh, iets zegt over je persoonlijkheid of iets nou, over wat op dat moment. Dat weet ik speelt? niet helemaal zo zeker, maar ik zoek wel vaak dingen op. Ja. ja zoals dat ik heel vaak rook in mijn dromen. Nou, ik heb nooit gerookt. Rook je in je dromen? Nooit sigaretten. Ja, ik heb wel sigaretten aangeraakt, maar nooit mee gerookt. En toen ging ik dat opzoeken en dat had dan te maken met, zo, ja, angst, ja, iets. Het komt bij mij altijd terug op angst en onzekerheid. Oh wauw. Roken. Ja, sigaret. Oké. Okay. En vliegen? Vrijheid. Oh ja. Maar kan ook en, de black weer hole, iets anders zijn. en de black hole betekent dat je jezelf stopt. Als dus je moeite hebt met vliegen, kom ook heel vaak niet omhoog. Oké. Okay. Dan is het ook weer wat. Ja, het is echt. Ik heb ook zo'n dromenboekje, droominfo. Oh, zee. Oh, dat wist ik. Hè? Huh? Ja, je... die liggen in de kast. Oh, echt? Oh, daar, ja. heb een, oh, daar wil ik ook eens even kijken. Ja, Grappig. dat is wel echt wel leuk. Ja, dat is wel interessant. En uh, je hebt natuurlijk dromen inderdaad, dromen in bed. Maar je hebt ook dromen over toekomst, dromen over ja, dingen die je sowieso, wilt en zo. Ja. Is dat iets wat je vaak doet? Ja, heel vaak. Ja? Jij niet? Nou, ik moet zeggen, dus dat ik niet zo heel erg naar de toekomst kijk. Dus ook niet echt nee, droom van dingen. Jij bent ook al ja, per je leven zoals per dag één, Ja, ik er leef best wel veel per dag. Ja. Dat is wel echt waar volgens mij. Ja. ja, wel een beetje in de toekomst met werk. Wat ik allemaal nog moet doen. Dat mm. wel. Ja, precies. De enige droom die ik wel heb is dat, ik, dat, we naar dat we naar Frankrijk rijden. En dat we gewoon lekker een trip doen van een uh, twee weken of zo. Ja, die heb ik ook wel hoor. Dat is echt een van de dromen die het meest voorkomt. Dat en hoe zou... zie je dat dan voor je? Ja, gewoon, dat gewoon, weet ik veel. Jezelf dag... al rijden, relaxed. Ja, ja, ja de relaxed, muziekje op, de muziek hier op lekker Franse muziek zo. Ja. Lekker door de. En niet eens op de snelweg, maar gewoon lekker door die kleine uh, wegjes heen, ja. bergen en weet ik wat. Ja, lijkt me geweldig. En dan ging ik nog out mijn slaap ernaast. Of? Hoezo? Nee, jij vindt het leuk ook om in een auto te ja, zitten. Ik vind zei het is heerlijk je. om als bijrijder te zitten, inderdaad. Wel iemand die op zijn gemak is hoor. Ja, nou, maar dat wil ik ook. Dat komt dan nog wel. Ongemak uh, en dan gaan rijden, dat uh, wil ik sowieso Dat is ja. echt heel vermoeiend volgens mij. Pff, ja, ik wil, ja, maar ik wil... Weet je, dat dat een van de grootste dingen is wat ik de afgelopen jaren wil... is dat, gewoon letterlijk dat. Ja, zonder angst durven rijden. Zonder angst durven rijden en dan wel naar Frankrijk. Dat is toch op een of andere manier... Ik weet niet waarom Frankrijk dan steeds zo is... maar ik denk omdat we dat vroeger ook deden. Uh, dat en uh, voor de rest, ja... Bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen: van mijn YouTube-kanaal uh, grote dingen bereiken en dat soort dingen. Ik denk, ja, nee, dat, dat, dat ja, vind ik leuk, maar dat is mm -hmm. niet iets waar ik precies in het droom. Maar de echte droom is uh, van die trip dan ook wel video maken en dat soort dingen, dat vind ik dan wel weer leuk ervan. Precies. Maar het rijden aan zich en het beleven van dingen en de vrijheid meer ervaren door ja, de auto en zo, dat zou ik wel uit. echt lekker vinden. Ja. Dus dat zou een droom zijn. En jij? Um, ja, dat lijkt me ook wel heerlijker, de vrijheid van een auto. Uh, durven. Mm. ik wil ook durven rijden. Mm. Ja, ik vind dat echt zo'n droom die ik nog even niet zie gebeuren, maar mm. ik visualiseer het wel. Maar en andere dromen dan? Andere dromen. Ja, ik heb nog wel veel dromen op, uh, op ontwerpgebied wat ik wil maken. Wat dan? Ja, ik zou heel graag een keer een magazine willen ontwerpen. Mm. Een verpakking van een product lijkt me ook echt heel tof. Een boek. Welke? De okay. binnenkant, als in bijvoorbeeld een, uh, een uh, kookboek. Oh, wat ik ook altijd als droom heb gehad, is een soort van voor een band een hele uh, met, met mijn tekenstel en zo, een heel ding uh, nou, al maken. Ja, ja dat is ook wel cool. Hè? Ja. Ja. ja, ik wil het dan allemaal ontwerpen, maar ik wil niet de inhoud uh, hoeven te maken. Nee, dus dan, ik vind het vooral het ontwerp dat ja, ze niet meer magazine dus je dan niet... hoeven schrijven of een een boek hoeven, een kookboek hoeven maken en zo. Nee, ik wil gewoon echt het ontwerpgedeelte bedoel dan. Maar ja, het dus niet de inhoudelijke soort... type, dat wil je niet. Nee, Daar heb je ChatGPT voor. Ja. Veel <laughs> in dit <this> magazine, <laughs> I want to make a magazine, fill in de blanks. <laughs> ja, precies. Een andere soort dromen qua uh, leefomgeving, uh, um, status. Ja, ik uh, heb weet ik dus wel. Kijk, ik ben heel erg van het um, visualiseren, visualiseren als in ik doe het niet dagelijks of zo, maar ik heb wel gewoon bepaalde uh, beelden in mijn hoofd. Mm. En uh, ik denk dat het ooit gewoon werkelijkheid gaat worden. En dat is nou ja, het lijkt mij dus heel tof en dat vind ik ook echt humor. ja ik weet ik ken deze al namelijk om, om in de gang uh, dat je binnenkomt in een huis en je hebt dan een grote gang en dan nou, ja, maar... maar vertel hoe je het zegt hoe je hoe je naar binnen ja, loopt. zo nou je loopt zo je paradeert zo naar binnen. ja hoe? op een prachtige marmeren vloer. en wat wat met wat aan? oh met een Chanel jurkje toch? ja en Ook. Ja, de Chanel, Chanel ja, er doorheen, Ja, ja de maar niet dat ik zo materialistisch ben, maar ik vind dat gewoon de, de, het beeld zit gewoon heel beeld al zit gewoon in. Ja, niet per se van die Chanel uh, jurk en zo, dat is erbij gefantaseerd. Ja ja ja. Maar het lijkt me dus heel tof om uh, ja, dan een uh, groot, groot portret aan de muur te hebben. Ja. Met dan. Uh, ja, dan zit jij denk, ja, jij zit dan in de stoel en ik sta er dan statig achter. En dan heb je een in, in je handen die dan ook heel statig erop staat. Een strikje, toch? En met een strikje inderdaad. En wat rare dingen gewoon uh, tussendoor uh, geschilderd. Maar dat lijkt me echt. Uh, ja Maar is het dan een groot huis? En dan heb ik zo'n visie van zo'n kantoor aan huis. en ogen oh. waar gewoon dan heel veel iMac's staan. <laughs> Ik ben gewoon helemaal dol op Apple-producten. Echt zo'n uh, gelikt kantoor, die heel tof uitziet, met kleuren. En, Rewind en, een paar minuten geleden, ik ben niet zo materialistisch. Ja, nee, dat is het enige wat ik kan... Ik, ik denk niet over slaapkamers en woonkamers en al die andere dingen. Dus alleen zet, de gang. die gang in het kantoor. <laughs> ja, we kunnen best wel gang regelen voor je. <laughs> dus het dus droom over de toekomst, dat is niet echt... Uh, dat, is, dat zijn een paar beelden misschien die je hebt, maar dat. Een paar it. beelden, maar... Uh, Nee, ik, ben, ik lees dus ook heel erg per dag. Dus ik heb dat niet zoveel. Maar, maar is het dan ook niet durven dromen? Of is het dan echt gewoon, niet echt, echt gewoon meer met de dag en nee, denken van joh, we zien. Het. Wel. Ik heb er zoveel te doen overdag dat ik geen, uh, geen tijd heb om stil te staan bij uh, morgen eigenlijk? Ja, ik moet zeggen, dus ik ook. Ik heb ook zoiets van ja. Dat we, dat we nu hier zitten podcast opnemen. En het zijn wel ideeën die ik heb, maar het zijn, mm. dat, ja, het zijn ook wel ergens misschien wel dromen. Ja, misschien is dat ook wel, weet je wel, net zoals. Uh, webshop en dat dat meer uitbouwen, dat is natuurlijk ook ergens een droom ook wat je dat wil dat is ook een droom inderdaad Er zijn allerlei ja je dromen komen in allerlei vormen uh, en maten vormen en maten ja, ja. Is, maar als je één droom hebt die je het liefst zou willen hebben is dat dan de gang of is dat dan waar 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 als je uit eentje moet kiezen wat zou het dan de dan gang zijn? de gang nee nee als ik uit zou moeten kiezen van allemaal dromen ja? ja ik heb er niet zo veel toch nee ja. nee maar als je dan eentje wat zou uh, ik dan ik denk echt, als was... eerste uh... Zou ik wel um, willen kunnen auto rijden, denk ik. Toch wel? Ja. ja. Ik denk dat het wel stap één is. En dat is ook wat meer haalbaar dan een grote gang en een kantoor. Financieel gezien wel. Ja, want uiteindelijk zou ik natuurlijk iets, we iets groter willen wonen. Ja. Ja, is dat, is dat echt een droom? Ja, misschien wel. Nou, ik vind dat wel een droom. Een droom dat we eindelijk normaal ons bed in kunnen stappen. Dat is wel echt ja, dat droom. is wel waar. Ja, dat is wel waar. Ja, we lopen nu echt... Rollen. Nou ja, goed, jij, jij hem niet eens een zijkant. Ik zat het vanavond zo te ergeren. Moet ik even dat raam dicht doen? Dan struik ik over die kabels, dan stoot ik mijn voet. <laughs> en denk ik van, sinds wanneer is dat bed zo breed geworden? Denk dan. <laughs> ja, dat is wel Ik kon waar. hier toch ooit langs? Ja, ja ik ben het met je eens inderdaad, ja. Ja, dromen ja, droom is... Het, uh, die, ik moet zeggen dat ik dus vroeger nooit durfde te dromen, omdat ik altijd dacht dat ik dood zag zijn voordat de dromen uit konden zijn, komen. Ja, ik ga gelijk... Dacht je dat echt? I'm going uh, 180 nee, was, on this ja, thing. Okay, ja, nee, had ik echt hoor. Ik had zelfs dat ik uh, dacht als ik een film zag uh, die dan in de bioscoop kwam uh, over twee jaar of zo, dat ik dacht ja. van ik hoop dat ik het haal. Jeetje, ja. intens. Ja, ik dacht altijd dat ik dood zou gaan ergens. De gewoon jong doodzaak? Qua je? angst, nee, hem, dat ik gewoon een hartafval zou Ja, dat was krijg, echt een gelukkig. angst, dat was niet een visie. Nee, 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 het is echt een angst. Als in een visio. Nee, 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 de echte angst. Oké. Okay. Ik dacht echt, bij heel veel films heb ik dat gehad, ook bij Star Wars. Het eerst kwam op het begin, de eerste Star Wars, eh, nadat al die, uh, dus niet de oude, maar de nieuwere versies. Ja, ja. Toen dacht ik, oh, nou ja, misschien ga ik die nooit zien. Toen, die, die daarna, die daarna, weet je wel. En, en, en nu ook bijvoorbeeld Indiana Jones komt binnenkort uit, een paar jaar geleden wist ik al dat het dat, dat ze die gingen maken toen dacht ik ja hoop ik dat ik dat ooit ga zien ja, zo ja. dat heb je me nooit verteld dat je zo heb je uh, nooit gezegd dat staat nou. ook in mijn boek hoor nou oh echt ja ik heb je boek wel twee keer gelezen dus dat kan niet helemaal denk ik staat daar nou, staat er echt in ja ja want toen zei ik het ook dat had ik het bij de Die Hard film volgens mij of zo oh. dan heb ik het ook wel eens gehad nou, dat is er me nog niet helemaal bijgebleven. nee maar het zijn kleine dingen natuurlijk uiteindelijk ja in een zee van angst maar ik durfde dat vroeger nooit en nu heb ik dat wel meer dat ik meer probeer even, en ook durfde dromen om dingen ik wel wil bereiken. Dus inderdaad, net zoals mijn ja. grootste ding is gewoon het auto rijden naar, naar Frankrijk. Mm. Het is ook inderdaad wat jij zegt, durf te dromen. Hè? Want um, daar heb je wel echt gelijk in. Want heel veel heeft natuurlijk te maken met angst ook. Ja. En, en uh, dingen die je tegenhouden, die je eigenlijk wel kunt aanpakken, maar die gewoon heel veel moeite kosten. Dus misschien dat je daarom niet die, die dromen hebt. Je hebt ja? ze wel, maar... Ik stop ze altijd. Echt, weg. Ja, je stopt ze liever weg. Ja dat ja. ik ook bang ben dat ik ze niet kan bereiken. Ja, precies. Ja. Maar dat is eigenlijk... Nou, je mag ook hele onbereikbare dromen. Net zoals die grote marmeren gang en dat gigantische kantoor eraan hebben. Je zegt dat het onbereikbaar is? Nou ja, ik weet niet. Ik zie dat niet echt gebeuren snel of zo. Nee, niet snel. Maar ja, goed. Misschien als zo'n uh... tachtig zijn. Maar ja, wat heb ik dan aan het portret? Dan spreek ik er niet eens meer hoe weet je dat? misschien is dat een uitscharminkeltje die zo nog, waar ze oogbal een soort van half uithangt. Ja, dat zou echt zo. tof zijn om te schilderen, toch? Dat oogbal wat eruit hangt. Ja, misschien moet het gewoon vragen. Ja, kijk, ik ken wel iemand die dit kan schilderen sowieso. Ja. Dus op zich, we kunnen we hem alvast laten maken. Al we kunnen hem alvast laten maken en dan komt het huis er op een gegeven moment omheen. Dan, ja. Eigenlijk moet je met visie. Dat dat is toch zo, law of attraction. Dus dan moet je eigenlijk alvast dingen in motion zetten. Ja, ik heb dus ook een bepaald huis in gedachten. Ja? ja. Of een soort huis. Ja, Nee, niet een bepaald huis. Gewoon echt een huis wat bestaat. Welke? Ja, dat staat hier. In hier. ja Echt? heel raar, maar als ik daar voorbij rijd, dan vind ik dat zo'n mysterieus huis. Dat is die ene waar die helemaal uitgewoond is, ja. dat huis. Dat wordt wel een leuk bouwproject of zo. Dat zou echt zo tof zijn. Ja, dat zou wel vet zijn. Ja. Maar ja, ik heb dus al eerder aan mijn moeder gevraagd of ze wilde aanpappen met die man die daar woonde. Maar dat is niet gebeurd? Nee. Dat is echt ja. een oude man die daar woont. Oh, ja. Misschien moeten we vragen of we het kunnen erven. Ja, we kunnen erven, we zijn toch geen kinderen van hem? Nee, oké, okay, maar ja, kan die wel ik eens een testament zetten? Kan, ja, daarom wil ik graag dat mijn ma aanpapte met hem. Snap ik. Maar ja, dan vond ze ook iets te ver gaan voor een huis. Ga wel een beetje ver in, ja. Heb je een snack van de week? Nee? Ik heb wel een snack van de week. Ik ben namelijk heel erg fan van. Kijk, ik heb laatst een uh, uh, chocolade-cookie-video uh, gemaakt. Nou ja, er zaten wel lekkere tussen, maar in de mal zit uh, Roladin. Oh, ja. En die hebben ze, daar hebben ze een chocolate chip cookie. Dat is echt, als ik die, die heb ik, ik heb nu alweer zin om daar nu heen te gaan. eten dan? Oh schat, even serieus. Dat is een chocolate chip cookie, dat is echt gewoon, gewoon dit. Dat ja, gewoon ik vind bellend. die wel lekker, maar ik denk, ja, ik snap toch niet de overdreven enthousiasme ja, van sorry, je. Ja, sorry, ik weet ook niet wat het is, maar ik vind, ik vind ja, dat je zo houdt lekker. Ik hou er sowieso heel erg van uh, zoet. Zoet. Ik hou heel erg van zoet. Ik zei altijd niet van zoet hield, maar ik hou heel <laughs> erg van zoet. Ja. heel erg, maar dat is zo lekker. Dat weet je niet. Gewoon verschillende soorten chocolade erin en ze hebben meerdere versies. Van. Ze hebben is het ook, ook een, een beetje gooey? Een... Hij is gooey van binnenkant, buitenkant, lekker knisperend, hard. Echt. <laughs> Weer over eten. Maar ja, die is echt geweldig. Ja, ja. Ik heb wel het idee dat je een soort andere podcast aan het maken bent. Ja, ik, ik wil waar steeds je ik, helemaal opgewonden raken van, van eten. We hebben het trouwens niet over seksuele dromen gehad. Seks willen in je nog even van voet naar seks willen dromen. Nee. want dat je zeg opgewonden. Nou, ik heb dus soms een oh. droom dat ik dus een man ben die seks heeft met een vrouw. Oh, sick. Ja. En dan voel ik me ook hoor. daadwerkelijk de daad als in niet. Ja. ja. Ik heb dus wel gevoel in mijn dromen, maar niet heel overdreven. Het is dus als je een soort van. Is dus escalated quickly. Nee, als je dan, als je dan uh, de liefde bedrijft, dan is het meer alsof je een soort van tegen elkaar afrijst... Ja, dat het Werkelijk lekker voelt of zo. Oh, bizar. Dat je dat ja. voelt ook echt, joh ja kan ik mensen omhelzen en zo ik voel dat allemaal zo maar dan dus dan ben je gewoon vreemd gegaan ja, maar als je toch allemaal voelt zijnde. als je het echt allemaal voelt nee de... Het <laughs> voelt dan een soort van uh... nee zo erg heb ja, ik ja, het niet maar ik nee. heb wel dat ik opgewonden kan wakker worden ja ja omdat je dan ja is niet zo gek toch nee maar mijn mannen wel vaker toch of heeft dat echt daarmee te maken ja nou, dat heeft dan soms ook wel daarmee te maken okay. niet altijd maar dat kan dat kan wel daarmee te maken hebben Zouden er ook vrouwen zijn die dan denken: van je bent, zoals jij zegt, vreemd gegaan? Vast wel. Mentaal, ik denk het wel. Hè? Ja, dat zal vast. Ik <laughs> valt van de mensen. Of zo'n man wel kan met een. Uh, en dat ze dan zegt: van. Uh, ik hoop dat het over mij was. <laughs> <laughs> maar ik had het natuurlijk over het koekje. Ik wil even erbij zeggen: minimaal vijf donuts. Die is echt geweldig. Dus mocht je ooit in de mal zijn, ik hoop niet dat je teleurgesteld wordt. Hij staat best wel prijzer, hij is 3,50. Ik heb hem nooit continu, verteld. De 3,50 is? Nee. Oh, hij zegt 3,50. 3,50 kijk er wel anders naar. Ja, maar geloof me, Better Than Sex. Oké. Okay. <laughs> nee hoor, krijg je. Maar we hebben natuurlijk nog een rubriekje: namelijk. Het spel. En dit is de kinderversie weer. Die we gaan gebruiken. Ja, waarom weer de kinderversie? Dat is goed. Voel jij je daar nee. beter bij? Ja, dan die, die zit meer op mijn niveau. Ja, okay. We gaan dit keer wel doen dat de vraag voor ons allebei is. Oké, okay, ja, dat heb jij vorige keer. Uh, ja, heb ik vorige keer fout gedaan. In, in mij in helemaal in de war lopen schoppen. Ja, dat doe ik. Ja, godsamme, Wat doe je schat, nou, schat. hoe kan dit nou? Nee, dat is niet. Dat is, uh, wel nou, goed. pak er even een ander. Wat maakt jou anders dan anderen? Oh, jeetje. Um, nou ja, in principe, niks. Jawel, er is echt wel iets wat jou anders dan anderen maakt. Wat mij anders dan anderen maakt. Ik vind dat zo'n lastige vraag. Zo'n diepe vraag hier voor die kinderen. Het is eigenlijk wel een lastige hè. Nou, weet je, voor kinderen is dat, is dat weet je, je blauw haar en je zegt van ja, ik heb blauw haar. Nee, maar wat maakt je anders dan anderen? Als je er even over nadenkt. Wat, als, je, als je erover nadenkt, wat maakt je anders dan anderen? Ja, maar anderen, dat vind ik een groot begrip, want iedereen heeft wel iets van elkaar. Ik vind dat lastig. Wat maakt me anders dan jou dan? Dan, dan hebben zo? we dus nu een vraag dus bedacht, die nee, gewoon moeilijk is. Nee, maar voor kinderen is vind ik dat anders. Ja, maar dan mag je hem toch ook als een kind beantwoorden? Wat maakt je anders dan anders? Wat is het dan qua, qua uh, uh, nou, lengte, of je haarkleur, of je uh, tenen, nagels, weet ik veel. Dan beantwoord. Ik heb wel lange maar tenen. Ja? Vind je dat maar lange tenen Mag ik zien? Ja, dat kan ik niet zien laten zien, schat. Oh, wow, inderdaad. Dat is me nog nooit <laughs> opgevallen. Ja, maar kan. ook weer niet zo. Kijk, ik vind jouw handen wel. Dat ik denk ik van... heb een lange vingers ook, inderdaad. T-Rex-handen, maar ja, dat staat ook nergens. op. T-Rex hebben wel het hele kleine. Ja, ik snap wel. Oh. Badaboom, ja, ik vind heel vaak op foto's dat ik lijken alsof ik een reus ben. Ja, ik dacht als jij dat... niet zou weten dat ik 1,64 meter uh, en een half ben. Dan zou je echt denken: wow, wat is dit voor groot wijf? Weet dan je, dan zou je nog, dat echt ik... denken dat ik heel lang ben. Dat ik uh, aan je vroeg: van, ben jij niet super lang? Ja, jij was angstig voordat je met me afsprak dat, dat ik 1,68 uh, 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 was. Zo ja, ja, ja. Wat maakt mij anders dan anderen? Ik denk uh, de manier hoe ik denk. Dat is echt zo uniek, hoor. Ik denk het wel. Als ik het nee, soms geintje. hoor, als ik met anderen praat, dan denk ik: oh. Ik Kom steeds meer achter dat ik toch wel heel anders denk ja? dan andere Hoe dan? mensen. Geef eens een voorbeeld. verbanden die ik soms leg, dat ik oh, denk ja. van die ja. dat ik, ik. dacht altijd, ik dacht eigenlijk persoonlijk altijd dat ik dom was. Ja. Ik kom er steeds meer achter dat dat wel meevalt. Ik zeg niet dat ik slim ben, maar dat het wel meevalt. ik vind jou wel slim. Ja, dank je. Maar dat, dat vind ik niet per se. Ik vind altijd dat ik. Ik vind, ik vind dat jij inderdaad hele goede verbanden legt. Kijk en uh, uh, intelligentie vind ik niet te meten aan. Uh, Nee, dat is het ook niet. Is niet te meten aan uh, testresultaten uh, van een IQ-test of zo. Nee, ook niet aan, rapports, en niet aan rapportcijfers rapport. Ja, rapportcijfers niet aan hoe je inderdaad op school pres, pres, presteert. Presteerde um, intelligentie, komt in vele maten. Nu gaat het over intelligentie. Over <laughs> het gaat, nee, maar nu gaat het over intelligentie, maar in, in de basis, denk Nee, gewoon... maar het is wel een intelligente manier van denken die jij dan hebt, vind ik. Snap nou, dat, je? dat? Ja, vind ik dan weer niet. Jawel, maar... jij kan verbanden leggen. Uh, over gewoon alledaagse dingen. Of, of hoe mensen reageren op hoe mensen. bla bla bla. Ja, ja dat is waar. En ja, dat ik denk van. Uh, dat is echt. heb je een speciaal soort kijk op nodig voor nodig? Nou ja, heel veel. of heel veel nagedacht hebben in het verleden. Ik denk dat dat, kan dat vooral ook. het is. Ja. Maar goed, om niet te veel in mijn eigen reet te steken, was dit weer de podcast. Mocht je nou denken van joh, ik wil hierover meepraten, kan het natuurlijk altijd. Op Instagram plaats ik een fotootje. Kan je weer onder mee discussiëren over het onderwerp of misschien jouw uh, dromen delen met ons. Ik ben heel erg benieuwd. Um, ik heb zin in een koekje, dus ik denk dat we lekker een koekje gaan halen. En dan uh, zien we jullie volgende week weer bij een nieuwe podcast. Duimpjes omhoog. Duimpjes omhoog.